Tito Bout. Gedaan en we hebben de grootste stukken klaar. We gaan een stapelbed maken. En nu gaan we schuren. En dit alles doen we met een Korrel 60, om toch nog een beetje de grove look te houden. Maar het is niet zo heel boeiend om het te zien schuren, dus... Nu zijn we zover gekomen dat we dingen aan elkaar kunnen vastlijmen, dat we stukken kunnen gaan bouwen. Yay! Altijd het leukste moment. Joehoe! Zoals je ziet, dit is allemaal een beetje krapjes, een beetje klein. We moeten doen met de ruimte die we hebben. Dat krijg je nou eenmaal met 3 kinderen. Alles staat vol. Maar we gaan nu de bodem van de lades aan elkaar verlijmen. Zoals altijd kijken we natuurlijk dat we alles om en om leggen. De bovenkant van de trap gaan we fijn afronden. Daar zoeken we eigenlijk nog een mooie afronding voor. Ik weet eigenlijk niet welke maat. Dit misschien. Een erg klein hoekje. Ah, hier. Ja, dat wordt hem. Kijken naar de verdeling van de trap. Dit wordt een trapje. Dit wordt ongeveer de verdeling. We hebben ondertussen al meer gedaan. Kom eens mee. Bla 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 bla. Bla bla. Dit zijn de lades.
hebben inmiddels overal de lijntjes neergezet waar de treden moeten komen. Die gaan we nu uitfrezen, zodat de treden netjes blijven zitten, stevig en op één lijn zitten. We gaan de staander maken van de bed. We hebben nu bijna alle onderdelen klaar. We hebben de, zoals je al zag, de bakken, vier bakken, de staanders. Dan hebben we nog de zijpanelen, de ladder. De bevestigingsmateriaal moeten we nog erop zetten. Verven en dan is hij eigenlijk zo goed, dus klaar. Woehoe! We zijn bij het punt aangekomen dat we dingen gaan verven. Nou ja, niet de luxe klus. Het is hele fijne verf. Ik heb geen idee wat de ingrediënten zijn. Ze maken hem zelf. We hebben het al eens gevraagd, maar dan willen ze niet prijsgeven. Nou, wat je meubel, als je toevallig kijkt, geef me alsjeblieft het recept. Zoals je ziet, hij is super dun. Het is net water. Hij ruikt wel naar terpentine. Ja. Nou ja, aan de slag. Thank you.
want het is eigenlijk al droog. Ja, met zo'n weertje gaat het natuurlijk snel. Maar mij gaat het natuurlijk nog niet snel genoeg. Hoe gaat dat in de videowereld? Ging het in het echt ook maar zo. We hebben de hele ochtend en halve middag liggen zwoegen. Maar alles zit in de verf. Even kijken, de wieltjes moeten nog onder de kisten. De haken voor het bed moeten nog eraan. En verder moeten we een schroefkaart maken om onderdelen vast te zetten. En dan kunnen we gaan bouwen. De haken gaan monteren. Het einde is in zicht. Kom maar helpen. De laatste loodjes, zoals je ziet, ik heb er al een gedeelte opgebouwd. Ik ben bezig met de opbouw van de spullen. Ik heb wel een paar momentjes gehad van... Ik had foutjes gemaakt. Deze balken, die en die, had ik te kort gemaakt. Maar ik had er geen rekening mee gehouden. Dat deze balken er ertussen komen. Dus zou het matras te groot zijn, dan werd het bed te klein. Dus deze balk heb ik even opnieuw moeten maken. Daarbij heb ik deze balkjes die hier dwars komen, het hoofd en het voeteneind, heb ik ook opnieuw moeten maken. Omdat ik die ook te kort had gemaakt. Maar nu heb ik alles klaar en kunnen we gaan monteren. Woehoe! We hebben het in elkaar gezet, maar nog met klemmen. We gaan het nu nog boren. Ik heb hier speciale schroefjes voor, eigenlijk een plug. De meubelplug, die slaagt erin. Daar heb ik eerst mijn boor afgemeten tot hoe ver ik kan boren, zodat aan de achterkant dat ik er niet doorheen ga. Let's go! Dan. Joehoe, we hebben hem klaar. Alles is gemonteerd. Ja, je start natuurlijk nog niet op de juiste plek. We gaan hem nu afbreken en dan gaan we hem opbouwen op de kamer. Joehoe.
mocht hij later een keer het onderste niet meer willen en alleen maar boven slapen, dan kunnen we deze latjes eruit halen. En leggen we die hier op. Dus dan hebben we van daar naar daar een bureau. En is hier beneden gewoon vrij. Hey, slim hè? Ik ben blij. Dat was hem. Tot de volgende video. We gaan een kast maken. Denk ik. Ja, de kast is de volgende. Yeah.